Gorde zet zijn imposante penthouse te koop voor bijna 3 miljoen euro, maar tot op heden lijkt de verkoop niet vlot te verlopen. Volgens informatie van bekende buren heeft nog geen enkele koper zich gemeld. In een opmerkelijke set kiest Gorde er nu voor om zijn luxueuze optrekje te verhuren. De vraagprijs voor deze wildere woonruimte bedraagt maar liefst 7500 euro per maand met een aanvullende waarborgsom van 10.000 euro. Het lijkt erop dat de nood hoog is voor Gorde. Die recentelijk met tegenslagen te maken kreeg in zijn muzikale comeback. De presentatie van zijn nieuwe album werd ontsierd door valse noten, wat resulteerde in het stopzetten van de promotiecampagne en de annulering van geplande concerten in grote zalen voor juni. Deze onvoorziene wendingen zouden zijn financiële situatie aanzienlijk kunnen beïnvloeden, waardoor het verhuren van zijn penthouse wellicht een pragmatische keuze is. Het zou zelfs kunnen dat Gordon op zoek is naar een tijdelijke huurder in de hoop zijn penthouse alsnog te verkopen. Wat krijgt een potentiële huurder voor dit aanzienlijke maandelijkse bedrag? Het penthouse beslaat een royale oppervlakte van 248 vierkante meter en omvat vier kamers, waaronder drie slaapkamers en één badkamer. De Masterbedroom beschikt over een eigen badkamer voor extra comfort. De aanwezigheid van een luxe keuken, compleet met alle benodigde voorzieningen, draagt bij aan het exclusieve karakter van de woning. Bovendien mag een prachtig dakterras met adembenemend uitzicht natuurlijk niet ontbreken, waardoor deze huurkans een unieke ervaring belooft.